Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Afgelopen week voerde ik een coachingsgesprek. Nou, om eerlijk te zijn voerde ik meerdere coachingsgesprekken. En er kwam één patroon naar voren die ik wel heel opmerkelijk vond voor alleen deze week. Ik heb dit soort gesprekken natuurlijk wekelijks. Komt er wel iemand die heel veel dingen bijvoorbeeld leuk vindt, maar niet echt een keuze kan maken uit wat wil ik nou echt gaan doorontwikkelen? Waar wil ik nou echt mijn focus op houden? En deze week had ik het toevallig wel heel erg veel die hiermee kwamen. Dus ik dacht, nou, het is een mooi moment om eens een podcast te gaan opnemen over de grootste valkuil van te veel dingen leuk vinden. Want er zijn dus best wel wat mensen die te veel dingen leuk vinden. Nou, in feite kan dat natuurlijk niet, maar als je doorvraagt dan weet je natuurlijk wat ze bedoelen. En in dit geval bedoel ik daar dus mee dat de persoon die ik op dat moment tegenover mij heb, vaak het idee van, ja Leroy, ik vind zoveel dingen leuk en daardoor doe ik van alles een heel klein beetje, maar voel ik nooit echt die voldoening. Nooit echt die voldoening dat ik echt iets doe wat echt heel goed bij mij past. En dat is een hele mooie om bij stil te staan. Want ik denk dat hier dus ook heel veel mensen tegenaan lopen. Ik heb hier zelfs, toegeven, dat is wel geinig, maar ik heb hier zelf totaal geen last van. Ik vind vrij weinig dingen echt leuk. En dat is misschien mijn voordeel. En dat is misschien de reden dat ik ook wel juist wat meer die focus kan hebben. Maar als we hiernaar terugkijken, want ook voor mij geldt, ik heb natuurlijk ook verschillende dingen die ik leuk vind. Ik heb ook verschillende ideeën en verschillende plannen die ik heel graag zou willen uitwerken. En bijvoorbeeld in mijn business is dat een heel mooi voorbeeld. Dat is iets wat ik echt, nou, dat is niet iets wat ik leuk vind. Dat is mijn passie. En je passie is weer iets anders dan dingen die je leuk vindt. Oké, dus de vraag is niet, ja, ik vind zoveel dingen leuk, wat moet ik kiezen? En jouw vraag is, wat is je passie? Waar word jij opgewonden van? Wat is de reden dat als jij daarover praat, dat je denkt, holy shit, dit is het. Weet je, dat als je ergens bij zit en in dat onderwerp komt, dan kun je daar oneindig lang over doorpraten. Welk onderwerp is dat? En dan is de grote kans dat daar ergens je passie zit. Maar je passie is dus iets compleet anders dan iets leuk vinden. Iets leuk vinden of iets interessant vinden. Ja, sorry, maar daar heb je echt geen enkele flikker aan. Je wilt je passie leven. Je wilt dingen doen vol met passie. Dus zoek alleen die dingen op. Zoek niet al die dingen op die een beetje interessant zijn, een beetje leuk zijn. Maar neem die vervolgstap. Kijk, wat is je passie? En als je dat nu nog niet weet, dan heb je een andere vraag te gaan. Hè? Dan heb je de vraag te gaan van, wat wil ik echt? En die heeft hier heel veel mee te maken. Hè? Wat wil ik echt? Wat is mijn doel? En als je dat nu nog niet weet, wat voor doel kun je dan nu voor jezelf gaan opstellen? Om erachter te komen wat je graag wil doen. Daarvoor kun je meerdere dingen gaan uitproberen. Daarvoor kun je bepaalde boeken gaan lezen, hè, over bepaalde onderwerpen die je meer zelfinzicht geven. Maar vooral dingen doen. Uittesten. Uitproberen. Als je denkt, ik wil graag, het lijkt me fantastisch om een schrijver te worden. Ga dan eens schrijven. En als je nu in loondienst zit, ga dan in de avonden, ga dan in de weekenden schrijven. In de avonden en in de weekenden, dat zijn de momenten om jezelf te ontwikkelen. Want overdag lukt dat vaak niet, omdat we al onze lopende zaken hebben. En ook al is het maar een half uurtje per dag, pak dan dat half uurtje per dag. Om erachter te komen wat je echt wilt. Dit is zo'n belangrijke vraag. Dat je er direct prioriteit aan wilt geven. Omdat het invloed heeft op de rest van je leven eigenlijk. De grootste valkuil van te veel dingen leuk vinden is dat je niet in beweging komt. Niet echt in beweging komt. Niet echt die voldoening voelt. Je wilt snel resultaat zien. Je wilt heel snel resultaat zien. Je vindt het allemaal leuk. Je denkt, oh weet je, maar dit vind ik even leuk om te doen, dus ga ik dat even doen. Je maakt het niet af, want je bent bang dat het echt gaat lukken. Of dat het echt gaat slagen. En vervolgens ga je naar iets anders toe. En dan ga je daar eventjes mee bezig. En dan ga je weer even iets anders doen. En van al die dingen doe je ongeveer 5%. Dus je geeft lang niet alles wat je in je hebt. En daardoor boek je juist niet de goede resultaten. Terwijl je voor je eigen idee hebt, oh maar ik begin hieraan, dan boek ik snel resultaat. En dan ga je iets anders doen en dan boek ik daar weer snel resultaat. Op die manier komen we nooit echt de diepte in. En daar gaat het om. Dat je die diepte eigenlijk als het ware in jezelf vindt. Nou, dat klinkt wel heel erg zweverig, hè? Maar
Waarschijnlijk bedoel je, snap je wel wat ik bedoel? Het gaat erom om te ontdekken, oké, die passie, dat is wat ik wil, daar ga ik naartoe. En voor nu mag het ook best iets zijn, hè, waarvan je denkt van, maar dit is denk ik mijn passie. Als je denkt, dit is mijn passie, of dit is echt heel erg leuk, dan ga je dat gewoon eens doen. En dan ga je kijken van, is dit het? En als dat het niet is, dan ga je er iets anders uitproberen, waardoor je er op die manier achter komt. Maar het is alleen maar doen, om er vervolgens achter te komen, wat vind ik nou eigenlijk wel echt leuk om te doen. Maar te veel dingen leuk vinden, is echt een valkuil om in beweging te komen en om in die doen-modus te komen. Dus maak jezelf daar los van. Streep dingen door die je leuk vindt. Dus kijk naar dingen die je leuk vindt. Dat was allereerst natuurlijk. Schrijf dat eens op. Nou, als je heel veel dingen leuk vindt, dan kun je waarschijnlijk wel 50 of misschien wel 100 dingen opschrijven. En ga dan eens schrappen. En ga dan eens kijken, wat vind ik dan leuker? Vind ik A of B leuker? En als je A leuker vindt, streep B dan door. Totdat je uiteindelijk, bij voorkeur natuurlijk 1 overhoudt, maar misschien 5 dingen overhoudt. En dan begin je eens bij datgene wat je daar nog weer het allerleukste van lijkt. En dan ga je dat doen. En ga dan eens kijken waar het schip strandt, zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat je hier eens mee kon. Dit was de podcast van deze keer, volgens mij. Even kijken, dit is aflevering 102 was dit alweer. Dat gaat echt ongelooflijk snel. Ik hoop jou de volgende keer weer te zien. Een fijne dag en vergeet niet, denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.